Argon AFC is een ander affiche van vandaag. De Amsterdammers willen altijd meedoen om de bovenste plaats. En Argon is samen met Turkmenspor op voorhand de te kloppen ploeg dit seizoen. Maar AFC heeft altijd veel moeite met Argon. Van de 12 keer dat beide ploegen elkaar in de hoofdklasse ontmoeten, won AFC slechts 2 keer. Het duel werd voorafgegaan door een minuut stilte vanwege het overlijden van scheidsrechter John Blankenstein. Op initiatief van arbiter Wagner werd daar nog even bij stilgestaan in Meidrecht. Het werd een leuke eerste helft met veel kansen in de beginfase. De eerste is voor Matusiwa van Argon in de 7e minuut. En een minuut later is het Giorgio Berkleef die de lat raakt. Argon domineert in die eerste helft, maar toch krijgt ook AFC kansen. De voorzet is van Tom Klobus en bij de tweede paal kan hij daar net niet bij komen, Ruben Wilson. Dan een paar minuten later, balverlies op het middenveld bij Laurens Bianchi. Verspeelt de bal aan Matusiwa, die vindt Martijn Veldmeijer, overgekomen van Blauw-Wit Amsterdam. Die speelt de bal door naar Berkleef en Patrick Lokke terug in Meidrecht na een jaartje bij Haarlem in de eerste divisie. Ruim 16 minuten duurt het en hij scoort zijn eerste doelpunt voor Argon. Sfeervolle taferelen in Meidrecht bij de kampioenskandidaat Argon. Dat doorgaat in die eerste helft met een paas van Arif Agun die verlengd wordt door Lokke. En dan is het Matusiwa die al 2-0 maakt. Maar aan de andere kant gaat Jasper de Haar in de fout bij Argon. Klobus bedient Wilson en die schiet de bal langs doelman Eelco Zijnstra. En zo komt AFC weer terug in de wedstrijd 2-1. Leuke eerste helft, ziet ook Ton Ooyers. Hoewel Duchatignier natuurlijk liever ziet dat zijn ploeg in ieder geval weer langs zij komt. Dat moet dan allemaal in de tweede helft gaan gebeuren. Maar eerst is het toch weer Argon dat via opnieuw Lokken een kans krijgt. Maar hij passeert niet doelman Van Holte van AFC. Dan de Amsterdamse ploeg nog maar eens via Cabeza en die vindt Zijnstra op zijn weg. We zitten inmiddels in de slotfase van de wedstrijd. De tijd dringt voor AFC en dus gaat de centrale verdediger Peter Post mee naar voren en die kopt de 2-2 binnen. Het is 7 minuten voor tijd en AFC lijkt in elk geval toch nog een punt veilig te stellen. Peter Post is de doelpuntenmaker. Maar niet veel later is het dan toch weer Argon. Een kampioensploeg die toeslaat in de slotfase. Een dekkingsfoutje bij AFC. En opnieuw is het Matusiwa die scoort. Het is 3-2. Weer verlies voor AFC bij Argon. Ik denk dat we in de eerste half uur het hebben laten liggen. Ik denk dat als we daar sterker uitgekomen waren, dat we dan zeker een beter resultaat hadden kunnen neerzetten. En helaas, de eerste helft kom je 2-0 achter binnen een half uur, denk ik. En goed teruggekomen. Ik zie daar positieve punten in.